Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Meet the Pro. Vandaag zijn we weer met Romé Leugten. Spits van Ajax en de Oranje Leeuwinnen natuurlijk. En vandaag gaan we haar beter leren kennen. We gaan een Limburgse vlaai proeven. Want dat zal voor haar voelen als thuiskomen. En ik heb er heel veel trek en zin in. Dus laten we snel beginnen. Romé, welkom. Ja, dank je. Hoe gaat het? Goed. Mooi. Je ziet het al? Ja. Een echte Limburgse vlaai. Voelt het als thuiskomen dan hier gelijk? Ja, als je dit ziet wel, ja. Ja, hè? Ja. Hey, welke Limburgse vlaai is jouw favoriet? Pudding Kranglen. En dat is deze? Ik weet niet of hier appel in zit, volgens mij wel. Ja, maar, ik denk dat hier pudding appel is mijn favoriet. Oh, pudding. Dus, oh, ja. Dus er moet pudding in zitten. We gaan even pudding erbij pakken. Wat dacht je daarvan? Alsjeblieft. Dankjewel. Zo, gaan we eens even proeven of die echt Limburgs is. De calorietjes wel waard, hè? Dat wel, maar wel lekker. Hij is lekker, hè? Ja. Hey, ja, ik vroeg het al. Is het een beetje, voelt dit een beetje als thuiskomen? Want Amsterdam is best ver van je huis af natuurlijk, hè? Ja, het is wel een stukje van Limburg af, ja. Ja. Maar nee, ik moet zeggen, ik zit goed bij Ajax. Je mist het niet? Nee. Nee, ik zit heel goed. Dus, is dat iets wat je moet opgeven als je je droom wilt realiseren? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik wil heel graag met de beste club van Nederland voetballen. En dat is voor mij Ajax. En, altijd al vanaf jongs af aan? Ja, jawel. Ik heb natuurlijk ook bij PSV gespeeld. Daar heb ik ook een hele leuke tijd gehad. Alleen voor mij is Ajax is wel gewoon de beste club van Nederland, ja. Weet je waar ik nou nieuwsgierig naar ben? Dan ben je een klein meisje en dan denk je, ik ga voetballen. Waren je ouders ook fan van voetbal trouwens? Het is niet dat ze zelf hebben gevoetbald, maar ze zijn wel altijd overal mee naartoe gekomen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus dan ga je voetballen en dan denk je van, nou, ik wil naar Ajax toe. Hoe bewandel je dat pad? Wat moet je dan doen om daar te komen? Ja, ik denk dat zeg maar plezier, dat klinkt misschien heel cliché, maar dat is het allerbelangrijkste. Daarnaast, ja, hard werken. Hoe hard werken? Wat moet je ervoor laten? Ja, dat zijn bepaalde dingen, ja, bijvoorbeeld ja, naar een andere stad toe verhuizen, ja, je ouders achterlaten, ja, misschien ook bepaalde feestjes of dat soort dingen misschien overslaan, omdat je toch fit wil zijn voor de wedstrijd of voor de training die je de volgende dag hebt. Was dat een moeilijk zijn, want we willen als je jong bent altijd feesten natuurlijk, leuke dingen doen, maar die heb je echt moeten opofferen. Was dat moeilijk? Nou ja, het voelt niet zo voor mij, eerlijk gezegd. Nee, ik heb altijd wel gewoon het idee gehad dat ik heel graag profvoetballer wil worden. Dus het voelde voor mij niet per se als echt iets opgeven of zo. Nee. Nee, nee. Hey, en dan heb je Nike aan. Nike op je borst staan. Ja. Hoe heeft Nike jou geholpen om dit te realiseren? Nou ja, ik heb natuurlijk een contract getekend bij Nike, dus daar ben ik heel blij mee en heel trots op. En ik heb vanaf jongs af aan altijd op Nike gespeeld, dus daarom ben ik nu ook heel blij dat zij mijn sponsor zijn. Waren er Nike-atleten die echt jouw droomvoorbeeld waren, waar je naartoe wilt streven om ook zo goed te worden bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, als ik bijvoorbeeld nu kijk, is bijvoorbeeld Mbappé en Haaland, vind ik wel echt topspelers. Van vroeger is Messi wel altijd mijn idool. Niet Cristiano geweest. Ronaldo? Nee, ik ben toch meer van de Messi. Waarom? Wat is het verschil voor jou tussen de twee? Hij is gewoon de allerbeste. Hij is gewoon, zeg maar, niet van deze planeet, denk ik. Hij is de GOAT. Hij is de GOAT, ja. Dus nee, voor mij is het wel altijd Messi geweest, maar als ik dan nu kijk naar zeg maar, de topspelers, denk ik wel dat bijvoorbeeld Mbappé of zo, Mbappé, die springt er wel bovenuit. Ja. Wat een snelheidsmonster is dat, hè? Ja, absoluut. Ja. Hey, en dan heb je nu de Phantom GX aan. Ja. Wat vind je van de schoen? Ja, heel mooi. Sowieso de kleuren vind ik heel tof. Ze zitten gewoon heel lekker, heel comfortabel en ik denk voor mij perfect om doelpunten mee te maken. Wat maakt de schoen zo perfect voor jou daarin? Nou, ik vind het belangrijk dat ze gewoon goed zitten. Dat ze gewoon strak om je voet heen zitten en dat je een bepaalde grip zeg maar, hebt. Dat heb ik deze wel. Gaat deze jou helpen om je dromen te realiseren?
Ja, ik hoop het wel. Ga ik wel vanuit. Ja. Wat is een van die dromen? Want je hebt Ajax, dat was je eerste droom. Ja. Dat heb je bereikt. Ja. Ik weet het, als profvoetballer moet je altijd een doel hebben. Ja. Wat is nou nog echt een droom voor jou? Nou, sowieso het WK komt eraan met Nederlands elftal. Dus dat is wel absoluut een doel. Om erbij te zitten of? Ja, natuurlijk om erbij te zitten, maar ook om misschien uiteindelijk een belangrijke rol te gaan spelen. Ja, natuurlijk heb ik ook al een aantal mooie clubs zeg maar, in het buitenland die ik wel interessant vind. En waar ik ooit hoop te gaan spelen. Ja. Daar komen we zo op terug. Ik ben even benieuwd naar het WK. Ja. Heb je er vertrouwen in? Ja, kijk, tuurlijk. Als je daarheen gaat, dan ga je altijd voor het hoogst haalbare natuurlijk. Dus ja, ik hoop gewoon dat we zo ver mogelijk komen. En hoe ver dat dan zal zijn, dat zien we wel. Maar, ik hoop gewoon, als ik naar mezelf kijk, dat ik er gewoon bij zit en dat ik misschien een belangrijke rol kan spelen. Wat is je hoogtepunt tot nu toe in je carrière? Ik denk mijn hoogtepunt, denk ik wel afgelopen EK met Nederlands elftal. Invallen, 2 keer scoren. Zo! En, hoe voelde dat? Ja, was niet normaal, nee. Was je zenuwachtig toen, toen ze zeiden, je gaat erin? Je betreedt het veld. Had je toen niet zoiets van oeh? Of dacht je van nee, ik ga slopen, ik ga scoren? Nee, ik was niet zenuwachtig. Dat ben ik eigenlijk nooit. Maar ik had gewoon veel zin in. En ik dacht, ja, ik ga gewoon mijn best doen. En proberen belangrijk te zijn. En dat was wel het geval. 2 goals. Ja. Dat was gewoon het beste debuut ooit eigenlijk wat je kan maken daarin. Ja, op zo'n moment. Ja. Prachtig. Hey, allerlaatste vraag. Als jij nu een tip mocht geven aan jezelf toen je 5 jaar was en je had de droom om bij Ajax of bij andere clubs te komen, wat zou je zeggen? Wat zou ik zeggen? Gewoon plezier houden in wat je doet, dat is het belangrijkste. Altijd hard werken, altijd de beste willen zijn. Ik denk dat dat heel ver... Ja, is dat belangrijk? Altijd de beste willen zijn? Ja, ik denk dat heel ver kan brengen, zeg maar. Ja, die mindset. Ja. Altijd eigenlijk de mindset hebben van... Oké, we gaan iedereen slopen. Ja, juist. Ik ben het. Juist, ja. Oké. Super, bedankt. Ja, ja. Jullie bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren. En de volgende keer weer te... kijken. Bedankt.